meest proficiat. Een geweldige partijshockey hebben jullie voorgeschoteld hier in Geleen. Ja, ik denk het wel. Het was kant op kant. De Luik speelde goed. Wij speelden met Vlaar echt ook heel erg goed aanvallend. En ja, het zijn van die wedstrijden dat twee kanten op kan keepen. En wij hebben vandaag het geluk gehad. En ik denk dat wij het ook meer dan hebben verdiend dat, ja, dat de wedstrijd onze kant is opgekeept met de overwinning. Ja, jullie gingen vanaf het begin vol erop. De eerste 10 minuten had Luik niks in te brengen. Ja, klopt. Dat was ons gameplan. Jeffrey en ons team hebben natuurlijk heel de week erop getraind. En we wisten wat Luik ging brengen. En natuurlijk, die jongens die hadden een zware week achter de boeg met de Continental Cup. En gisteren ook gespeeld. Dus we wisten gelijk van moment 1 hard erop. En dan kunnen we kans creëren. Toch moeten we eigenlijk zeggen, het is niet de wedstrijd van beide defense geweest, hè? Ja, ik denk inderdaad al aan decent coverage. Is er nog een beetje werk aan de winkel, maar ja, maakt uit. Vandaag hebben we gewonnen. En daar had jij een groot aandeel bij. 2 doelpunten en 3 assists, 5 punten. Had je dan in de gaten toen je van Dijs kwam? Nee, helemaal niet. Tenminste, ja, natuurlijk, je weet wanneer je een goal scoort, weet wanneer je een assist speelt. Maar uiteindelijk gaat het om punten van het team. En het zijn de 3 punten die belangrijk zijn voor ons. Wie is Mees de Wit? Een hopelijke Geleense jongen binnenkort. Ja, voel je al echt Geleendenaar? Ja, ik moet er nog wel een beetje aan werken. Maar nee, het voelt goed hier. Jij komt niet voor niks naar Geleen. Wat heeft jou zo ver gebracht? Ja, natuurlijk. Geleen is een ijshockeystad al jaren. En ik heb veel met Jeffrey gesproken. En het was een beetje de overweging met school. Ik studeer ook nog. En het is een zware opleiding. Dus ik moest de kant kiezen of Duitsland verder en school kippen of andersom. En ja, het is de oplossing geworden met Geleen en Jeffrey en school. Dus ik denk dat dit een goede middenweg is voor beide. Wat voor school zit je? Ik studeer in Eindhoven, nog een HBO-bachelor. Dus. En dat gaat goed combineren? Het is zwaar. Het vraagt veel discipline, maar het is goed te combineren. Tot nu maar als je dan zo'n wedstrijd speelt, denk je van, ja, dat moet kunnen en dat kan ik ook. Ja, dan gaat het knop om en dan is het gewoon game time en dan moet hier gebeuren. En ja, dus dan gaat alle focus hierop. Wat is tot nu toe het leuke in Geleen? Het team. Hoe bedoel je het team? Echt teamverband? Ja, we hebben echt een goed team. Een goede mix van jonge jongens, oude jongens, veel ervaring. En iedereen kan met elkaar door een deur en dat is het belangrijkste. Jullie staan ongeslagen bovenaan. 2 gespeeld, 6 punten. Ja, als het tot het einde van het seizoen zo gaat, dan heb ik niks te klaren, toch? Ja. Wat ben je voor een speler? Ik hou van aanvallen. Ik hou van veel dingen creëren. En met name gewoon hard werken. Heeft die Oberliga jou echt een goed rugzakje meegenomen naar Geleen? Ja. Ja, ik merk wel dat ik, jouw woorden, rugzakje heb ik natuurlijk wel bij. En natuurlijk gewoon ja, wel ervaring. Wat ik in Duitsland de afgelopen 7 jaar heb gehad. En ik hoop dat ik hier natuurlijk gewoon zo verder kan in Geleen. En daar ligt mijn focus nou en daar wil ik ook graag zo houden. Ik neem aan voordat je naar Duitsland ging dat je ergens in Nederland gespeeld hebt. Waar kom je vandaan? Van Tilburg, Nijmegen? Ik ben begonnen in Turnhout. En daarna de overstap gemaakt naar Tilburg een jaartje. Herentals een jaartje. En toen naar Duitsland vertrokken op, ik denk mijn 14 of zo. Dus... En voorlopig blijf je een jaartje in Geleen? Ik hoop dat het nog verder mag gaan zo. Oké, blijven we jou aanvallend zien? Ik hoop het wel. Daar raak ik wel van uit, toch? Dankjewel. Dankjewel.